Goedemorgen, ik ben Desiree Stokkel. Het is 25 januari 2015. De radar en de rechtspraak regelen samen moord op Hollanders. En dat doen ze niet alleen, dat doen ze eigenlijk met alle elite-organisaties. Dus parlement, koninklijke familie, zelfs de kiesraad. En dan al die mensenrechtenorganisaties in Nederland. Maar ook gewoon de consumentenorganisaties. De presentatrice Antoinette Herzenberg en Frits Bakker van de Raad van Rechtspraak voeren een toneel op over de rechtspositie van burgers bij radar. Het is een toneel omdat je niet ziet dat zij stiekem mensen verminken en doden in overleg. En dat overleg vindt dus nu plaats in de gehele bureaucratie. Onze gehele bureaucratie is rot. Sinds 1 mei 2007 ligt er een rechtszaak tegen Nederland bij het internationaal strafhof. Dat betekent dat onze Nederlandse rechtbanken en de rechtspraak en de advocatenorde en de Raad voor Rechtsbijstand corrupt zijn. En ik kan dat bewijzen, want ik ben rechtenloos. Ik heb geen mensenrechten in Haarlem, in Nederland. Ik kan nergens naartoe. Ik kan niet meer naar de klachtencommissie, niet meer naar de ombudsman, niet meer naar de rechter, niet naar de advocatenorde, niet naar de rechtspraak. Ik kan helemaal niks. Want ze hebben met z'n allen, ten tijde van premier Balkenende en minister Guusje ter Horst, bepaald dat ik gedwongen moet worden als bijstandsmoeder naar het internationaal strafhof toe te gaan. Ik moet bewijzen dat ik intelligent genoeg ben en sterk genoeg ben om mensenrechten te mogen hebben. De echte reden waarom ik huil is omdat ik nu nog leef en als gevolg van die hele smerige oorlog die het volk niet kent, de MH17 mensen dood zijn. Ja, ik huil wel degelijk om mezelf, want ik verdien dit natuurlijk niet. Maar ik leef nu in een situatie dat ik slim genoeg ben om bewijs op papier te krijgen, om video's te maken. En de media mij boycott. En doordat de media mij boycott, sterven er heel veel mensen wel. Dus de MH17, maar ook in de gezondheidszorg. Er wordt alleen maar gepraat over het korten van de huishoudelijke hulp. Er wordt niet gezegd dat ziekenhuisdirecteuren en de Landelijke Huisartsenvereniging lid zijn van de Elite Moordenaarsclub. Er wordt niet gezegd dat bepaalde zorgverzekeraars opzettelijk mensen vermoorden. En dan praten we over consumentenrecht. En zo kan ik nog wel 3 uur doorgaan, dat doe ik niet. Ik heb heel veel andere video's gemaakt. Wat er moet gebeuren is dat het volk in Nederland mijn waarheid is gaat bestuderen. Dat zijn rechtsfeiten, dat is dus echt rechtszaken, een dossier uit rechtszaken. En dan eist dat journalisten aftreden. Dat journalisten die wij nu aan de macht hebben allemaal verdwijnen. Dat die besturen bij de TOS, AVRO, de AVRO is weg geloof ik, hè. De NPO en de NOS en dergelijke allemaal verdwijnen. Want dat zijn allemaal hulpjes, knechtjes van politici. De koning, koningin, NGO's zoals Amnesty International, Amnesty Nederland, Rode Kruis en al die andere clubjes helpen bij het vermoorden van mensen in Nederland. Ik laat het hierbij. Ga naar mijn website voor bewijsmateriaal. Dag.